Mijn naam is Sietke van der Veen, ik ben historicus. En in de afgelopen jaren deed ik promotieonderzoek naar de sociale stijging en integratie van Joodse Nederlanders tussen 1870 en 1940. En in deze explainer schets ik kort de achtergronden en belangrijkste bevindingen van mijn onderzoek. Mijn proefschrift vertelt het verhaal van meer dan 700 prominente Joden. En het is een eerste poging om op grotere schaal te analyseren hoe de positie van Joden uit de hogere middenklasse en hogere klasse veranderde. Vanaf de laatste decennia van de 19e eeuw tot aan de Duitse bezetting. De hoofdpersonen uit mijn proefschrift waren bijzonder succesvol in het grijpen van nieuwe kansen op sociale stijging in een periode waarin de samenleving snel veranderde. Zij verwierven rijkdom of politieke of bestuurlijke invloed of ze excelleerden in de kunsten, de vrije beroepen of de wetenschap. Tegelijkertijd leefden deze Joodse leden van de politieke, financiële en culturele elites in een tijd waarin de gehechtheid aan religieuze tradities en gebruiken afnam. In de literatuur wordt gesuggereerd dat Joden die meer afstand namen van hun Joodse achtergrond of zelfs radicaal assimileerden, bijvoorbeeld door zich te bekeren of te trouwen met niet-Joden, een grotere kans hadden op maatschappelijk succes. En dat wilde ik onderzoeken. En daarom keek ik niet alleen naar hoe deze groep steeg op de sociale ladder, maar ook hoe hun Joodse achtergrond nog steeds een rol speelde in hun leven. En ik richtte me op zes domeinen: werk, wonen, onderwijs, religie, huwelijk en verenigingsleven. Mijn startpunt was het Biografisch Portaal van Nederland, een online database met biografische woordenboeken en datasets uit verschillende periodes met korte levensbeschrijvingen. En door die levensbeschrijvingen te analyseren zag ik dat uh, Joodse leden van de politieke, financiële en culturele elites in toenemende mate, zeker in de 20ste eeuw, uh, niet-traditionele keuzes maakten op het gebied van opleiding en carrière. Uh, ze woonden vooral in steden, met name in Amsterdam. En uh, brachten ook veel tijd in het buitenland door. Relatief veel Joden uit mijn onderzoek identificeerden zich niet meer als religieus Joods en trouwden met niet-Joden. Maar een meerderheid voelde zich nog steeds verbonden met de Joodse achtergrond. Bijvoorbeeld door lidmaatschap van Joodse organisaties, maar natuurlijk ook door netwerken van familie en vrienden. In drie aparte case studies keek ik naar Joodse vrouwen in de vrouwenbeweging, uh, Joodse bezitters van buitenhuizen en Joodse migranten naar Nederlands-Indië uh, om te laten zien hoe. Joden uit de hogere middenklasse en hogere klasse gebruik konden maken van specifieke kansen in de periode tussen 1870 en 1940. Joodse feministen stonden in een lange traditie van emancipatiestrijd. En wat wel de dubbele last van gender en Joodse afkomst is genoemd, lijkt een drijvende kracht te zijn geweest achter hun feminisme. Bij Joodse buitenhuisbezitters komt duidelijk naar voren hoe hun landhuizen en villa's niet alleen bewijs in steen waren van hun succesvolle sociale stijging. ...maar ook van hun belanging tot de hoogste sociale kringen. Joodse Indiagangers genoten de bevoorrechte positie van Europeanen. Daardoor behoorden zij bij aankomst in de kolonie als vanzelf... ...tot de bovenste laag van de koloniale samenleving. In mijn proefschrift wordt duidelijk hoe de levens van Joden uit de hogere middenklasse... ...en hogere klasse steeds meer verstrengeld raakten... ...met die van hun niet-Joodse tegenhangers. En Tegelijkertijd laat mijn proefschrift de agency zien van een hele diverse groep Joden. Joodse Nederlanders maakten niet alleen gebruik van kansen die hen werden geboden, ze beïnvloedden en veranderden hun eigen kansen ook constant. Het is geen zwart-wit verhaal van radicale assimilatie aan de ene kant, of een geheel bewust Joods leven aan de andere kant. Wie uitzoomt, ziet wellicht alleen een verhaal van verregaande integratie en sociaal succes. Maar wie inzoomt op individuele levens, ziet dat het verhaal meer gelaagd en dynamisch en complex is. En mijn proefschrift. Legt processen van culturele uitwisseling bloot en laat zo zien dat integratie nooit een eenzijdig proces is.